I am Venom, and you are mine. Cooperate, and you might just survive. That is the deal. Uitgebracht in 2018 en geproduceerd door Sony en Marvel, is Venom een film die door velen beschouwd wordt als een van de beste Marvel-films ooit gemaakt. Net als de meeste Marvel-films is deze gebaseerd op de strips van het gelijknamige personage. Venom dus, in dit geval. Eerlijk is eerlijk, toen deze film in 2018 daadwerkelijk te zien was in de bioscoop, heb ik deze niet gezien. Maar met dank aan een klein duwtje in de rug van The Awesome Zane, heb ik uiteindelijk toch maar besloten om eens een kijkje te nemen naar deze film. En nu dat ik de film uiteindelijk gezien heb, heb ik enorm veel spijt van dat ik niet naar de bios ben gegaan om die film daar te gaan bekijken. Venom is ontzettend goed. Nu moet ik wel even snel wat zeggen voordat ik deze film daadwerkelijk begin te reviewen. De footage van deze film kan voor sommige kijkers misschien wat schokkend beeldmateriaal bevatten, zoals de scènes met Venom zelf. Als dit niet bepaald je ding is, dan raad ik je aan om deze video hier en nu weg te klikken en wat anders te gaan kijken. Mocht je uiteindelijk toch besluiten om te blijven kijken, wens ik je heel veel plezier. Oké, tijd voor de review. Een groep astronauten van de Life Foundation komt op een dag in Oost-Maleisië terug met de zogenaamde symbioten. Een soort buitenaardse wezens die alles wat op aarde leeft kan muteren en in hun macht houden. Hier hebben ze in totaal zo'n 3 van meegenomen. Helaas stort de shuttle met alle astronauten met een keiharde klap neer op aarde. De symbioten hebben de klap overleefd, maar de astronauten helaas niet. Wat ook niet een hele grote verrassing is als je bedenkt dat er bijna niks meer van de shuttle over is na zo'n enorme crash. Carlton Drake is van plan om een hele bizarre experiment met deze symbioten uit te voeren. Hij wil mensen in aanraking laten komen met deze symbioten en deze vervolgens laten muteren. Het probleem is echter wel dat niet alle symbioten samengaan met alle mensen. Je kan dit heel simpelweg uitleggen als een organentransplantatie. Niet alle organen van alle donors werken in een specifieke patiënt. Je hebt hier een perfecte match voor nodig. Dat is precies wat hier aan de hand is met de mensen en de symbioten. Als er een perfecte match is tussen mens en symbioot, worden ze samen één. Maar als dat niet gebeurt, dan wordt de mens van binnenuit helemaal kapot gemaakt tot hij uiteindelijk hartstikke dood is. Eddie Brock, de grote held van de film en collega van Drake bij de Life Foundation, weet dat Drake niks goed van plan is met deze symbioten. Hij heeft geprobeerd aan meerdere mensen uit te leggen dat hij niks goed van plan is, maar helaas wil niemand naar hem luisteren. Sterker nog, hij wordt zelfs op een gegeven moment ontslagen van de Life Foundation, omdat hij een interview met Drake zelf voor de televisie heeft verpest. Drake voert het symbiotenproject uit met Dora Skurth, maar zij heeft gezien hoe gevaarlijk dit project daadwerkelijk is voor de mensen die het uitproberen. Daarom vraagt ze aan Eddie Brock of hij haar kan helpen om dit te stoppen. Ze brengt hem mee naar het lab, waar Eddie per ongeluk zelf in aanraking komt met iemand die is samengevoegd met een symbioot die in het lichaam van Eddie Brock kruipt. En dit is waar shit pas echt fucked up wordt. De symbioten in deze film alleen al zijn deze hele rare slijmblobachtige dingen die heel langzaam in het lichaam van de mensen kruipen. Wat niet een al te prettig gezicht is. Maar shit wordt pas echt bizar als we kennis maken met het wezen waar het allemaal om draait. Dit is wat je krijgt als de mens en symbioot samengevoegd worden. Een van de meest geweldige Marvel personages in Marvel geschiedenis. Eyes. So many snacks, so little time. Ik weet niet eens waar ik überhaupt moet beginnen hier. Zijn design, zijn stem, die kwaadaardige blik in zijn ogen, het feit dat hij alle kanten opvliegt. This guy is freaking awesome. En het gezicht van je nachtmerrie is, by the way, maar bovenal awesome. In de tussentijd doet Drake er echt van alles aan om zijn symbioot terug te krijgen, zelfs als dat betekent dat hij Eddie Brock zou moeten vermoorden. Hij stuurt werkelijk maar al zijn mannen op hem af in een wanhopige poging Eddie Brock te pakken te krijgen en die symbioot terug te halen. En dat is wel zo'n beetje het hele verhaal van de hele film. Eddie Brock wordt overgenomen door een symbioot, aka Venom. Carlton Drake die er alles aan doet om die symbioot terug te halen. That is pretty much the entire story right there. Ik zal je zeggen, toen ik het idee voor het eerst hoorde,
wist het mijn interesse wel redelijk te pakken. Een symbioot die in het lichaam kruipt van Eddie Brock en hem alles kan laten doen wat hij zelf wil. Dat daar is het ultieme recept voor succes. Vanaf laat Eddie Brock allerlei onmogelijke en geweldige stunts doen die we anders gewend zijn van een Spider-Man film. Met de mogelijkheid om een gebouw op te klimmen, zo door een raam heen te breken, heel veel koprollen in de lucht of op de grond en het houdt maar niet op. De stunts in deze film zijn ontzettend vet om te zien en ik geniet van elke actiescène hier. De personages van Venom zijn overduidelijk gegeven aan mensen die echt verstand hebben van hoe een echte acteur moet spelen. Deze mensen hier voelen daadwerkelijk aan als echte mensen. Dat komt door hun lichaamstaal, hoeveel expressies ze in hun stem hebben, hun gezichtsuitdrukkingen en alle emotie komt zo ontzettend goed over hier. Het komt er zelden voor dat ik een film tegenkom waar de acteurs zo expressief zijn in de manier waarop ze met elkaar praten en bewegen. Ik moet zeggen dat dat behoorlijk verfrissend is om te zien, tenminste voor mij. Oh, en de film is daadwerkelijk ook nog best wel behoorlijk hilarisch. Hot. Is anyone else hot? Sir, no. Please. Wait, Eddie, this is unacceptable. No. I'm gonna call. What are you doing? No, please don't. No. Eddie, please. Okay, nu ik dat uiteindelijk uit mijn systeem heb, is het tijd om eens wel even wat serieuzer te worden hier. Nu heb ik er even voor gezeten en eens even goed gekeken of dat ik iets kon vinden in de film wat niet helemaal klopte. Of het nou iets te maken zou hebben met het plot of de personages die slecht waren neergezet of misschien wat filler in de film. En om eerlijk te zijn heb ik helemaal niks gevonden waar ik me aan ergerde in deze film. De klachten die ik heb zijn simpele nitpicks. Bijvoorbeeld, er is een scène waar Eddie wat tijd spendeert met zijn vriendin. Er zijn momenten waar Eddie een nieuwe baan zoekt wat nergens naartoe leidt. We krijgen bijna een volle minuut waar Eddie alleen al een freaking krant koopt van een random vrouw op straat. En daarna spendeert hij bijna een paar minuten in de supermarkt. Los van dat zijn vriendin aardig een grote rol speelt in Venom, had de rest er met gemak uit kunnen worden gelaten en het plot zou verder onveranderd gebleven zijn. Maar dat is meer een persoonlijk dingetje van mij en niet een al te groot probleem voor de hele film. Los van dat heb ik ontzettend genoten van Venom. Het is een fucking epische film en ik ben ontzettend blij dat ik hem dan eindelijk heb gezien. En ik denk dat ik die Awesome Zane een enorm bedankje verschuldigd ben voor dat ene duwtje in de rug die ik nodig had om deze film daadwerkelijk te kijken en te gaan reviewen voor jullie. Venom krijgt van mij een 10 van de 10. Het is absoluut een kijkje waard als je hem nog niet hebt gezien. Tenminste als je geen zwakke maag hebt. En als je een enorme Marvel fan bent, laten we even heel eerlijk zijn, dan heb je hem al gezien.